next time. All right.
Nicolas Motor zegt nog, ja, we zitten nog 2 minuten van het einde. Als we naar de ronde tijd kijken, als we naar de ronde tijd kijken van Nieuwe van der Velde. Hier is de man, die haalt in de tijd van 1.50.1. Het worden nog 4 ronden volgens mij. Ja, het gaan nog 4 ronden zijn voor de junioren. En geëindigd op een 3e plaats, jouw plaats voor Arno Raas. Schitterende wedstrijd, hè? Vandaag reed echt waar bijzonder sterk Arno Raas.
Junior MX2 op 2. Ook een sterke wedstrijd. Die start was echt niet goed vandaag. Niet in de eerste, niet in de tweede marge. Maar eindigt zowaar wel op het podium. Seppe de Sadeleer. De winnaar, als hij nu goed of slecht start, komt altijd op zijn plaats terecht. Wat een rijstijl, wat een succes voor een man met het startnummer 76, Nick Lamotte. Ja, eigenlijk echt waar, dat zijn allemaal jongens. Geldt voor alle drie, hè. Als die nu goed of slecht van start gaan, ze komen dood gewoon op hun plaats terecht. Wat hun plaats is op het podium. Geef ze een applaus, Junior MX2, Nick Lamotte, Seppe de Sadeleer, Arno Raas. We gaan de Masters overslaan. Junior MX1, een derde plaats voor Jelle Okula. Dat is één van de broers bij de junioren. Jelle Okula op 3. Tweede plaats is de Masters, was dat een holshot voor Maverick Pinkrit. Ritser vandaag, hè. Een beetje een moeilijke marge, die Junior MX1, altijd toch wel die verschillen die we altijd krijgen, maar altijd een mooi podium. Eerste plaatsen, na de eerste marge zal je dat zeker niet gedacht hebben, maar eindigt toch met de bloemen, Kenny Verpoest. Een applausje, come on, Kenny, Maverick en Jelle.